Dit is het vlaggenschip van MG, de Marvel R. En dat dit echt een vlaggenschip is, ja, dat zie je meteen aan de buitenzijde van de wagen. Want het is echt een heel futuristisch vormgegeven SUV. Onder andere dankzij die grote doorlopende lichtstrip aan de voorkant en aan de achterkant. En die wegklappende deurklinken eigenlijk, die geven hem echt wel een heel futuristisch voorkomen. En ook van binnen is de wagen vrij futuristisch met een 12,3 inch groot scherm achter het stuur. En hier het pronkstuk, een scherm van maar liefst 19,3 inch waar je de meeste functies mee aanstuurt. Op zich is het scherm wel heel overzichtelijk, heel logisch ingedeeld. En ook de knopjes op het stuur dragen wel bij aan de ergonomie. Het enige probleempje met het scherm is dat het vrij traag reageert. Niet zo traag als in de MG ZS-EV. Het is natuurlijk een segmentje hoger dat we zitten. Maar het is niet het snelste scherm van het huidige autolandschap. Onderaan het scherm heb je trouwens ook nog een balkje dat altijd blijft staan. Maakt niet uit in welke menu je zit. En daarmee bedien je de belangrijkste functies, zoals de airco, de stoelverwarming, de zetel airco zelfs, die hier ook aanwezig is op dit model. Fysieke knoppen vind ik eigenlijk net ietsje handiger, maar op zich is dat ook geen slechte oplossing van MG. Wat we wel iets minder vinden, is dan dat daaronder nog twee knoppen zijn. Enerzijds voor de rijmodus, anderzijds voor het regeneratief remmen. En ja, dat is een knop, die staat hier helemaal beneden, moet je echt naar gaan zoeken. Terwijl harder of zachter remmen op de motor is iets dat je op het moment van het remmen zelf aanvoelt en op dat moment wil aanpassen. En dus hebben we daar liever peddeltjes voor achter het stuur. Ja, het merk heeft wel de naam om een budgetmerk te zijn, maar dat merken we hier nauwelijks achter het stuur van de Marvel R. Je hebt natuurlijk het grote scherm, anderzijds ook leder in de afwerking hier overal rond, weinig hard plastic en de stoelen zitten echt wel fantastisch goed. En dat voor een wagen die eigenlijk nog een 50.000 euro kost en eigenlijk qua prijs net iets onder zijn concurrenten staat. Eens we iets meer naar achteren gaan, dan merken we wel een paar minpuntjes op. Enerzijds is de ruimte op de achterbank vrij beperkt, zeker de knieruimte. Dus wie lange benen heeft, wie iets groter is, vindt niet altijd zijn plekje daar. En helemaal achteraan in de koffer heb je 357 liter aan kofferruimte. Dat is echt wel beperkt. Hè. Zelfs de MG ZS, een segmentje kleiner dan deze wagen, doet beter met meer dan 400 liter aan kofferruimte. Dus daar scoort de Marvel R echt wel wat mindere punten. Nu anderzijds kies je voor de versie met voorwielaandrijving, dan heb je wel een extra frunk vooraan van 150 liter. Extra kofferruimte natuurlijk die je ook kan gebruiken. Al is dat eerder voor de laadkabels dan echt om boodschappen of koffers in te steken. En dat brengt ons meteen bij de elektrische capaciteiten van deze MG. Er zijn twee versies. Enerzijds een achterwiel aangedreven versie, die heeft twee motoren op de achteras. Zo'n 180 pk sterk. Anderzijds is er ook de performance versie, die heeft vierwiel aandrijving, want hij krijgt nog een extra motor op de vooras, 288 pk. Allebei hebben ze dezelfde batterij van zo'n 70 kWh. De achterwiel aangedreven versie is uiteraard ietsje zuiniger, die raakt 402 km verder op een volle batterij. De versie met vierwiel aandrijving doet het met 370 km. De laadgegevens voor beide wagens zijn dan weer net hetzelfde. Snel laden gaat tot 100 kW, net iets minder dan de topmodellen in zijn segment. Laden op wisselstroom, dus thuis laden, gaat tot maximaal 11 kW en dat is gewoon de norm, dus eigenlijk zeker niet slecht van MG. Het rijgedrag tot slot, kunnen we kort over zijn, is een wagen die echt op het comfort is afgeveerd. Hij gaat niet echt aanzetten tot sportieve rijden. Lichtjes overheel in de bochten ook, dus een gezins-EV. Dus op zich niks mis mee, want de wagen steekt ook zeker niet tegen. En je hebt natuurlijk, zeker in deze performance versie waar ik mee rijd, 288 pk, wat meer dan genoeg is om je door het verkeer te begeven. Dus echt een gezins-EV, geen puur de rijderswagen, maar zeker niet slecht, zeker niet. Dus eigenlijk kunnen we om te besluiten wel zeggen dat MG misschien wel de naam heeft om een budgetmerk te zijn. En ook deze Marvel R is een stukje goedkoper dan zijn concurrenten. Maar heel veel toegevingen moet je daar eigenlijk niet meer voldoen. De software is ietsje trager, de ruimte achteraan is iets minder. Maar voor de rest rijdt en laat deze wagen als heel veel van zijn concurrenten. En ook de autonomie is zeker vergelijkbaar met de meeste wagens. Dus deze wagen heeft echt wel meer dan enkel zijn prijs om potentiële klanten te overtuigen.